Gisteravond, uh, nadat de stemming is uh, geweest, heb ik de vergadering uh, geschorst. Uh, in ieder geval tot uh, 1 november aanstaande. Dat geeft ons even de tijd om uh, rustig na te denken. Niet zozeer wij, maar in ieder geval uh, de fracties uh, binnen de raad van uh, de gemeente Dinkeland. En dan, uh, nou ja, dan hopen we dat we dinsdag uh, op een goede manier verder kunnen. Wethouder Kleijsen kreeg de opdracht van de Raad om alles te doen om de bouw van een megastal aan de Hondenveldsweg bij Weerselo tegen te houden. De P van de A vindt dat de wethouder niet genoeg doet en diende een motie van wantrouwen in. Lokaal Dinkeland stemde ook voor de motie en schoot daarbij coalitiegenoot CDA in de voet. Dat is in eerste instantie niet de insteek geweest. De insteek is gewoon geweest want we hebben de wethouder een opdracht gegeven in januari 2015 en wij kunnen nergens ...opsporen of ontdekken dat de wethouder ook maar enigszins, enigszins uitvoering heeft gegeven aan die motie. En vandaar dat wij ja, echt vinden van daar, daar moet iets aan gebeuren nu. En daarom moet de wethouder nu weg en ja, daarmee dus een, ja, riskeert u ook een coalitiebreuk. Ja, dat risico dat is er ja, maar dat kan ik op voorhand niet zeggen of dat gaat gebeuren. De CDA-fractie bleef vol ongeloof en verbazing achter... Zij zullen zich gaan beraden of samenwerking nog mogelijk is. Een breuk was niet de bedoeling? Een breuk was in eerste instantie niet de bedoeling, nee. nee. Wij waren ook verrast dat de PvdA met deze motie kwam. Hoe gaat u nu verder? Dat zal in de komende dagen blijken. Er zullen diverse gesprekken gevoerd gaan worden met diverse mensen. En op basis daarvan zal er uiteindelijk een keer een besluit gaan vallen hoe het verder gaat in de toekomst. Het is gewoon heel erg jammer voor bestuurlijk dinkeland, vind ik. Als je ziet wat er allemaal... Ja, op de agenda staat van mooie projecten. Uh, en dan uh, krijg je nou ja, een motie van wantrouwen uh, richting een van de wethouders. Ja, dat is triest.